8 jaar is het Museum voor Moderne Kunst aan het Amsterdamse Museumplein gesloten geweest. In het immense depot van het Stedelijk praten wij met zakelijk directeur Patrick van Meel over zijn grootste plannen voor 2012. We gaan open. Tweede helft van 2012, na de zomer, gaat het Stedelijk Museum eindelijk weer open. Patrick vertelt trots dat het Stedelijk een museum wordt met internationale allure. Als je binnenloopt zie je ten eerste een geweldig modern, iconisch gebouw. Dat met de nieuwste technieken tot stand is gekomen en dat voor de binnenstad van Amsterdam uniek is. Wat ook enorme kwaliteit toevoegt aan het Museumplein. Het Museumplein gaat, als het museum één keer open is in Stedelijk, gaat echt leven. Dan heb je een prachtige ruimte voor tentoonstellingen. Het is geen verdubbeling van onze tentoonstellingsruimte, maar toch wel een vergroting met 75%. De opening, zo belooft Patrick ons, wordt een groot artistiek spektakel. Er zijn zoveel mensen en bedrijven en stakeholders die hebben zitten wachten op deze opening. Die hebben bijgedragen dat dit is mogelijk gemaakt. Dat we ook niet denken aan een openingsdag, maar je denkt eerder aan een hele openingsperiode van 1 of 2 weken. En hoe wordt zo'n groot project gefinancierd? De belangrijkste eigen inkomstenbron is entreeinkomsten. Dan heb je daarnaast natuurlijk de activiteiten die je ontplooit om service te bieden aan je bezoeker. Maar ook om verdieping te geven aan het bezoek en het bezoek te verlengen. En dan moet je denken aan een restaurant. Er komt een fantastisch restaurant op de begane grond, wat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat altijd open is. Ook als je niet het museum bezoekt. Omdat veel Nederlanders een museumjaarkaart hebben, zijn met name buitenlandse toeristen interessant voor de inkomsten van het museum. Die betalen tenminste volle pond. En we hebben ook plannen om samen met de museumpleinpartners, met Rijksmuseum en Van Gogh, ook aan collectieve marketing en ticketing te gaan werken. De subsidie wordt gebruikt voor het beheer en behoud van de collectie en het gebouw. De aanvullende inkomsten zet het Stedelijk met name in voor de programmering van tentoonstellingen. Als je het hebt over het businessmodel, dan is de basis voor de financiering is de subsidie van de gemeente Amsterdam. Het is het Stedelijk Museum. De collectie die je hier ziet, die is eigendom van de gemeente Amsterdam. En we hebben een collectiebeheerovereenkomst met de gemeente. En ook de gebouwen waarin die het Stedelijk Museum huurt. Dus dat is dit depot, maar ook de nieuwbouw op het Museumplein en de gerenoveerde oudbouw, die zijn ook eigendom van de gemeente Amsterdam. Patrick denkt dat als subsidies worden ingetrokken door de crisis, entreekaartjes voor bezoekers duurder worden. Op het moment dat de basissubsidie vermindert, ja, dan zul je ook moeten kijken hoe je je basisvoorzieningen financiert. En dat betekent dat je nog een groter beroep zult moeten doen op dat geld uit de markt. Ik heb er alle vertrouwen in, maar ik heb er ook alle vertrouwen in dat de stad Amsterdam zo verstandig is om die basis wel goed op orde te brengen. Want het is een pronkjuweel in de stad. En Patrick, wanneer ben jij nou tevreden in 2012? Cosmopolitisch, met allure en toch een informeel karakter. Want we zetten ook nadrukkelijk in op een heel actief, wij noemen dat een publiek programma. Waarin je dus elke dag wel of een lezing, of een rondleiding, of een filmvoorstelling hebt. Dat hoort ook bij het Stedelijk. Hè. We hebben altijd een hele nauwe band gehad met de kunstenaarsgemeenschap, die we vervolgens weer in contact brachten met de maatschappij en andere werelden. 2012, het jaar van het Stedelijk Museum.